Waarschijnlijk hebben heel veel van jullie het al op Insta gezien, maar ik heb mijn haar geknipt. Do I like it? Dat weet ik nog niet. Ik moet er heel erg aan wennen. Het is zo kort. Maar het is vandaag woensdag. En ik dacht, in plaats van dat ik een keer een weekendvlog ga maken, ga ik gewoon een keer midden in de week beginnen. En ik kijk al tot wanneer ik ga vloggen. Ik ga zo naar Eindhoven toe, naar Eva en Laurie. En... daar gaan we gewoon even gezellig kletsen, lunch maken, wandelen. Geen idee wat allemaal. Ik ga eerst eventjes ontbijten. En dan ga ik rond een uurtje of 12 of iets eerder. Dit is wat ik aan heb. Een trui van volgens mij de Pull & Bear. En een broek van District. En mijn haar. Ik weet niet, wat vinden jullie ervan? Ik heb geen idee. Ik moet zo erg gaan wennen. Ik had het gisteren gedaan. Zo spontaan actie. Ik hoorde dat de kapper kwam. En ik dacht, oké, fuck it. Ik ga dit gewoon doen. Dan kan ik er ook niet over gaan twijfelen. En gisteren vond ik het echt verschrikkelijk. Echt, ik kon wel janken. Ik herkende mezelf niet meer. En vanochtend dus stond ik op en ik ging zo door mijn haar. En ik dacht, oh mijn god, ik mis een stuk. Omdat het echt, het was zeg maar echt gewoon tot hier. Dus het was echt een heel stuk af. En een pony heb ik ook nog nooit gehad. Dus daar schrok ik echt heel erg van. Maar ik moet er gewoon even aan wennen. Ik vind het aan de ene kant ook wel echt heel erg leuk. Maar, I don't know. Ik moet het ook echt nog even leren stylen, want... oh jongens. Ik ben even een nieuw ontbijtje aan het proberen. Het is chia seed pudding met een beetje havermout erdoor. En een lekker koffietje. Dus ik ga even ontbijten. Even rijdt achter me. Ik ben alweer weg. Het was wel heel gezellig, maar ik ben weer vergeten te vloggen. Oké, inmiddels is het 4:15. Ik ben echt net thuis. Het was maar heel eventjes van 1 tot 4 geloof ik dat ik daar was. Het was zo super gezellig en fijn. Ik ben echt heel erg blij hoe deze middag gegaan is. We hebben even samen geluncht, toen een wandeling gemaakt en gewoon lekker gekletst. En ik heb deze drie RX bars geloof ik heet het van... Laurie had, want die vindt ze niet lekker en ik wel. Dus ben ik heel erg blij mee, vind ik wel lekker. En ik heb morgen in de vakantie een presentatie voor school. En daar moet ik nog heel veel voor doen. Dus ik ga nu maar even aan school zitten. Dat is niet zo leuk, maar dat moet wel gebeuren. Dus dat gaan we even doen. Ik ben aan het proberen weer meer water te drinken. Want ik zat echt in een goede mood van ik drink genoeg water, 2 liter of meer. Ik heb dus echt, als ik niet... zo'n fles of dit ding naast me heb staan, vergeet ik gewoon te drinken. Ik heb nooit dorst. Ik ben al een keer voor in het ziekenhuis beland dat ik dagen niks had gedronken. Zo raar. Dus ik ben mezelf aan het dwingen meer water te drinken. Want ik zeg altijd, drink your water. En dat deed ik eerst ook, maar de laatste tijd vergeet ik het zelf. Dus met deze even een reminder voor jou, drink je water. Ik ben nu alleen maar aan het lullen omdat ik school aan het uitzetten ben. I know. Maar, hey. Waar was ik? Ja, I don't know. En ik moet zo ook nog een video online zetten. Want dat had ik jullie beloofd op Insta. Dus ik heb nog heel veel te doen. En het is al bijna het eind van de dag. En ik weet niet hoe ik dit moet doen. Oké, inmiddels is het 9:55. En ik heb mijn schoolopdracht gehaald. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Die moet ik morgen geloof ik om 11 uur presenteren. Ik ben nu proberen mijn acrylnagels af te halen. Want de uitgooi is echt niet mooi. Donderdag 6 mei. Ik ga even ontbijten. Ik heb zo'n presentatie voor school. En daarna ga ik me even omkleden, denk ik. En dan naar Utrecht toe met mama. Ben je zo moe? So that's the plan. Ik vind mijn haar echt bij de dag verschrikkelijker worden. Het had gewoon leuk kunnen zijn, maar het is gewoon echt te kort. Oh. Ja, ik moet echt stoppen met janken, maar ik vind het echt niet leuk. Of ik moet een goede stijl vinden, maar ik lijk wel... zo'n rockstar uit de jaren, weet ik het wat. Maar daarom gaan we havermout maken, want dat fixt alles. Wil je nou zo graag wat lekker doen? Wil je dit nou? Denk je dat mijn haar mooi wordt, Max? Denk je dat het ooit nog goed komt? Ja? De presentatie ging goed. Ik heb me even omgekleed. Ik heb deze trui aan. Geen idee eigenlijk waarvan. Broek
district. En ik doe er even makkelijke schoenen bij aan. En dan gaan we zo naar Utrecht. Winkels zoeken waar ze leuke broeken verkopen. Ik denk Stradivarius en... Ik wil eigenlijk even naar Subdued. En mama en ik gaan lunchen. Ik heb gereserveerd bij de Rum Club. Ik zeg dat heel erg leuk. Ben ik ook een keer eerder geweest. Hebben ze heel lekker eten. Vooral de avocado toast. Die had ik de vorige keer. Dus dat is het plan wat we gaan doen vandaag. Mistakes haunt us, but do they really daunt us? Your tongue can be sharp, cut me close to the heart. But we can master the art, and the thing is that these scars are scary, but they are just small scars. We should never be afraid of them. You and I know when we are too far apart. Everything just falls apart. So I just close my eyes and dream about our kids and how they're running around. Won't you come and lay? I'm home. We zijn echt maar heel even in Utrecht geweest. Omdat het gewoon zo bizar druk was. Echt overal stonden mega lange rijen. Het was gewoon niet leuk om dan te shoppen. Omdat je overal moest wachten. En daar hadden we eigenlijk helemaal geen zin in. Dus dat hebben we ook niet gedaan. Maar ik heb bij één winkel wel gewacht. 20 minuten of zo. Bij de Vera Moda. Daar heb ik gekocht. Een soort van... Het lijkt leer, maar het is geen leer. Broek en high-waisted. Die vind ik heel erg leuk. Ik heb echt, denk ik, 10 broeken gepast. Ik ben met één thuis gekomen. Omdat ik gewoon... Ik hou niet van broeken passen. En ze moeten gewoon perfect zitten. Want ik weet dat ze anders toch niet aantrek. Dus ik heb alleen deze gekocht. Maar die vind ik wel heel erg leuk. Bij de Claudia Strater of Stoostrater, geen idee hoe het heet, heb ik een koffiemok gekocht. Had ik ook weer 3 broeken gepast. En ik heb geen broeken gekocht, maar wel een koffiemok. En ik vind hem heel erg leuk. Kan ik bijvoorbeeld in mijn auto zetten. Drink your coffee in style. En toen bij de Casa, echt ik hou van die winkel, liep ik naar binnen. En ik zag weer dingen voor foto's mee te maken, gewoon voor in de keuken. En ik vond het geweldig. Dus daar heb ik gekocht. Zo'n ovenschaaltje, een kleintje. En daar kan ik mijn baked oats in doen. Dan hoef ik mijn bakjes niet meer te verbranden zoals in mijn vorige video. En een, ja wat is dit? Een bakje met een dekseltje erop. En het lijkt glas, maar het is van plastic. En hier kun je bijvoorbeeld heel leuke smoothies in doen. Of overnight oats of wat dan ook. Vond ik er ook echt heel leuk uitzien. Of ik doe er gewoon iets in. Ik weet het nog niet. Dat is wat ik gekocht heb. En voor de rest hebben we echt mega lekker geluncht bij de Rum Club. We hadden allebei avocado toast. En dat was echt heel erg lekker. En dat is het. Ik vond het wel een leuk dagje. Het is nu 4:30. En ik ga gewoon maar even chillen, want ik heb toch niks te doen. Het is vandaag vrijdag 7 mei en het is al 1:05. Ik heb echt een hele chille ochtend gehad. Ik was gewoon om 9:30 of zo wakker. Toen heb ik liggen editen en toen ben ik naar heb ik gedoucht, naar beneden gegaan, ontbeten, heel de shizzle. Inmiddels zit ik aan mijn 2,5 koffietje. Maar ik ben van plan even te gaan hardlopen zo. Ik volg namelijk een schema van 10 weken waar ik het, wat ik van mijn fysio soort van gehad heb. Dat ik 10 weken lang ga hardlopen. 3 keer in de week. En het is echt prachtig weer buiten. Ik weet niet of jullie de vogels horen. Maar
Ik ga gewoon naar buiten. Ik drink even dit koffietje op. En dan ga ik een rondje hardlopen. Plannen zijn gewijzigd. Wij gaan ineens met mijn vader, mijn zusje en mijn broertje naar Zeeland toe. Naar de zee. Om even met de hond te wandelen. En proberen een terrasje te pakken of zo even wat te drinken. Ik heb hem ook even omgekleed. Trui, de H&M, sportbroek H&M, tasje, Duifhuizen. En deze, ik heb geen idee waar die van is. Let's go to Zeeland. Ik heb allebei een petje op voor de wind. Mijn haar. Ik ben gewoon aan de tas. Want die werkt hier vlakbij. Het is 8:10. Ik ben net thuis. We hebben de tas even opgehaald van de werk. En ik ga nu gelijk weer weg. Want ik ga daar slapen. In Breda. Dus ik ga even mijn spullen pakken. En then we go. Die avond zijn we met nog een paar andere mensen bij de tas gaan zitten. Drankjes gedaan, spelletjes gespeeld. Was echt super gezellig. Niet gefilmd. Toen de volgende ochtend hebben we lekker met z'n allen ontbeten. Rustig aangedaan. Daarna besloten we de stad in te gaan. En we hebben even lekker geshopt. Vervolgens hadden we trek. Gingen we naar de KFC lunchen. Want daar hadden we zin in. Oh! Toen belanden we heel random bij de Hoornbach. Natas had een lamp nodig. We hebben vissen gekeken. Ik had twee hele leuke cactussen gevonden waar ik me ook aan bezeerd had. Oh. Auw. Hier. Vervolgens heb ik als laatste moment besloten ze niet mee te nemen, want ik vond het zonde van mijn geld. Oké, uiteindelijk ben ik 2 nachten lang bij Natas mee te slapen. We hebben echt super gezellige dagen gehad met vrienden. Het was echt super, super gezellig. Ik heb echt een heel fijn weekend, week gehad. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Als het dan zo was, zeker even een duim omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doei doei!